Geen one-man-show van Mathieu van der Poel in Ronsen, maar in tegendeel na bijna half wedstrijd nog veel volk dat wil meespelen voor de overwinning. Tot wereldkampioen Wout van Aert een stevige tussenversnelling plaatst. Van der Poel is de enige die dan nog in de buurt kan blijven. De rest vermoedt meteen dat het afscheid voorgoed is. Zeker als Van Aert een paar minuten later nog een keertje op volle snelheid naar boven spurt. Oh, wat is hij goed. Hij is in orde. Hij is in orde, Van Aert. Ja. Maar de koers is nog niet voorbij. Toon Aerts, Lars van der Haar, Michael van Tournout en Kevin Pauwels sluiten opnieuw aan vooraan. De wereldkampioen heeft nog een cartouche en met uitzondering van Mathieu van der Poel past opnieuw iedereen. Het moet haast een duel worden. Hoewel er toch eentje dat duel van heel dichtbij wil meemaken. Jack Russell, Lars van der Haar, is eerste getuige. Amper 3 minuten heeft hij zijn aansluitingskaart getekend als het clubje vooraan al van hem af wil. Deze keer is het Van der Poel die aanvalt. Ook Van Aert moet even passen en Van der Poel lijkt op weg naar een 7-op-7. Nu nog laten terugkeren, dan zou het pas helemaal kermis zijn hier. En het wordt kermis op 2 ronden van het einde. Want Van Aert brengt Van der Haar opnieuw vooraan en die verrast de grote twee met een aanval op een perfect moment. Van der Poel en Van Aert twijfelen. En twijfelen te lang, want als twee grote honden vechten voor een been, dan loopt de Jack Russell er mee heen. Van der Haar is de slimste en wint in Ronsen. Ik was echt helemaal kapot. Ik was de laatste ronde echt nog bang volledig stil te vallen. Maar gelukkig heb ik het vol kunnen houden. Toen Lars ging, heb ik misschien iets te lang gehoopt dat Wout ging reageren. Maar die bleef ook zitten en achteraf gezien had ik misschien gelijk moeten reageren. Maar ik zat misschien ook wel op blok op dit moment. Ik denk dat het niet zozeer een demarrage was die... die heel lastig was om te beantwoorden. Het was het moment dat stil viel op de weg. Dus ik denk dat we allebei hadden kunnen reageren. Maar je moet het doen. En dat is een slimme zet. Van der Haar is uiteraard ook de eerste leider in de DVV-trofee.